Materiaal van wat latere tijd, van de Russen waarschijnlijk. Puntige voorwerpen, grote hak, bijlen en wat het allemaal mag zijn. Roeispaden, pikhaken. Nou, ga zo maar door. We komen hier in een zaaltje met een scheepje met daarin twee walvisvaarders, denk ik. In ieder geval vissers en jagers. Het is hier nogal blauw, dus het ligt niet aan de camera dat het allemaal zo blauw is. Dit wekt in ieder geval een wat meer polaire indruk natuurlijk. Met de zeehondjes die besprongen worden. Mooie kaart. Newfoundland, Groenland, Noorwegen. Spitsberg. Leuk bootje. Weer met jagers op de zeehonden die daar op een ijsplaat liggen. We gaan hier nog even verder over de zeehondenjacht. Zeehondenbond hangt hier opgezette exemplaren. Nou, van alles. Kleding van de mensen die daar woonden of op jaagden. Hier nog een paar mooie scheepjes. Een soort van wachttoren lijkt het wel. Die hangt er meneer in met een grote kijker. Kijk eens. Nou, zo ging het dus met een geweer. Schoten ze op. Deur op. En kwam dat er vanaf als oogst. Hier hetzelfde verhaal. En in feite hier ook weer. Bord met dingetjes op het Tromsø volgens mij, want die brug komt me bekend voor, daar zijn we net onderdoor gevaren. Hier een meneer in een pelzenjas van de Noorse walvisvaarders, waar deze kamer weer een complete uitstalling van is. Sailfisk noemen ze dat in het Noors. Sail is natuurlijk een seal, oftewel een zeehond, en fisk is vissen. Norsk zeilvangst in nieuwere tijd. In de nieuwere tijd. Met een scheepskist die van binnen versierd is met een tekening van een driemaster, een schilderijtje eigenlijk. Een kijker